Terwijl de mussen letterlijk van het dak smelten buiten, want het is 40 graden, heb ik deze week Wolfenstein Youngblood, de code voor PC, in mijn mail gekregen. En dus ben ik zeker van plan deze te gaan checken. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik nog heel even een ding met jullie bespreken. Want om een of andere reden, en ik zag het ook al in een YouTube video van The Quartering, doet deze release van Wolfenstein Youngblood me heel erg denken aan de release van Rage 2. En dat wil zeggen dat deze game zonder veel bombarie, zonder veel marketing, PR, eigenlijk uitkomt op een moment waarbij je het eigenlijk niet meer had verwacht. Van, huh? Komt hij deze week uit? Serieus? Ja, hij komt deze week uit. 26 juli is de release datum. De PC-versie is eigenlijk zelfs nog een dag eerder uitgekomen, op 25 juli. En ik pak gewoon heel even dit artikel erbij. Het is een artikel van Paul Tassi en hij werkt bij Forbes. En hij schreef een paar maanden geleden een artikel over: if you don't know, Bethesda's Rage 2 is coming out in 4 days, I wouldn't blame you. En het gaat eigenlijk over hetzelfde wat ik net zei. En hier komt hij: I am back once again criticizing Bethesda's marketing or lack thereof for failing to tell me and a whole lot of other people that a major game was on the verge of release. Thanks to SkillUp today, I learned that Wolfenstein Youngblood is actually out 6 days from now, July 26th. As a video game journalist who spends probably 16 hours a day on the internet, this is genuinely the first time I'm hearing about the Youngblood since probably E3 itself a month ago. En voor ons geldt het eigenlijk exact hetzelfde. Ik heb op E3 een hele korte speelsessie gehad met Wolfenstein Youngblood. En misschien kan je het je nog herinneren. Maar er was een grote power outage op de E3 zelf. In de South Hall was dat, geloof ik. En dat was precies op het moment dat ik Wolfenstein aan het spelen was. Power outage. Computer werkte niet meer. Het duurde zeker 25 minuten voordat ze die weer werkend hadden gekregen. En vervolgens moest ik eigenlijk alweer door naar de volgende game. Wat Doom Eternal was. Een andere game van Bethesda. Die eind dit jaar uitkomt in Nintendo in november. Ik weet niet waarom ik zeg Nintendo. Komt naar Nintendo Switch, dat wel. En ze zeggen ook: if this all sounds familiar, it's because I wrote a similar piece about a revelation for Rage 2. A conflict that got me in the Twitter Rose War with the official game account itself, which has become a very own internet meme. En ik pak hem hier ook gewoon heel even erbij. If you don't know Bethesda's Rage 2 is coming out in 4 days, I wouldn't blame you. En Rage 2 antwoordde: lol, who even are you? Lol betekent laughing out loud. Even terug naar het artikel. Zoals we wel weten, Rage 2 is natuurlijk uitgekomen. Heeft het niet goed gedaan qua verkopen. Qua reviewcijfers was het een beetje een mixed bag. Het was geen toptitel. Het was ook geen slechte titel. Ik heb me er zelf enorm mee vermaakt. Ik heb zelf nog een let's play gedaan. Kan je checken via de link hier onder deze video. Maar we gaan heel even verder. And yet once again, this is another Bethesda game that is releasing under the radar. And I'm not clear on why these titles keep launching with so little buzz attached to them. Last time this happened with Rage, I was accused of simply not following the proper social media channels to release this info, but Bethesda has not tweeted about Youngblood at all recently, as its feed is all about Fallout 76, Elder Scrolls Blades. Neither Arkane, who's working on Youngblood, Youngblood is niet alleen van Machine Games, maar ook van Arkane. Rather, you have to follow Machine Games, the other dev on it, or literally the Wolfenstein account itself to see any Youngblood info. The same goes for YouTube, where Bethesda's last uploaded video was for the Elder Scrolls Online 2 weeks ago. Ik vind het ook bizar, want om heel eerlijk te zijn, Wolfenstein, de nieuwe Colossus die ik heb gereviewd samen met JJ, was een uitstekende titel. Bij JJ was hij zelfs in zijn top 10 gekomen dat jaar. Volgens mij bij mij net niet, maar desalniettemin een hele vette titel. En Youngblood is dan ook een titel waar bijvoorbeeld JJ ontzettend naar uitkijkt. Maar ook een titel die naar mijn mening het eigenlijk best wel goed zou moeten doen. Omdat hij gewoon verder gaat op de engine die ze hebben established, Machine Games, met Wolfenstein en New Colossus. En hij lanceert ook nog eens voor een zacht prijsje van €40. I am unclear why this keeps happening with Bethesda releases specifically, but here we are again. And the last time this happened, it didn't go so well for Rage 2, which ended up launching and underselling Rage 1 at release, which was not exactly a smash hit itself. Like Rage 2, Youngblood is a game I've been looking forward to, but I find it weird that it's suddenly here with little fanfare or promotion. The revitalization of Wolfenstein has been fantastic to watch over a few games now, and it seems weird that this new title isn't building on that momentum, and it's just sorta suddenly here.
Nou, precies wat we ongeveer net zeiden. Bethesda's big release this year will be Doom Eternal, and that's a game where I definitely know the release date, late of November this year. But if you asked me yesterday when Youngblood came out, I probably first would have said, oh right, I forgot that game even existed. And then I might have guessed August or something, not 6 days from now. Again, sure, fine, I'm a bad games journalist who has memorized the release dates of all games, but speaking as a pretty plugged in consumer, this does strike me as weird, especially since this is the second time this has happened with a Bethesda game in the last 3 months. And wij eigenlijk bij GameKings hadden een beetje hetzelfde gevoel van, huh? Oh ja, yeah, shit, Wolfenstein komt uit, hier, we hebben codes, we kunnen het gaan spelen, vet. Waar hebben we dat eerder gezien? Crackdown, die had dat voor release. Waarbij 2 weken voor release, volgens mij zelfs nog 1 week voor release, het officiële Twitter-account van Crackdown al meer dan 1 maand niet had getweet. En die game was echt ontiegelijk slecht. We zagen dat bijvoorbeeld ook bij Anthem. Anthem was ook weinig buzz rondom de launch. Dat is pas veel later op gang gekomen. En dat was meer eigenlijk om de hevige kritieken enigszins tegen te gaan. En nu zien we bij Wolfenstein Youngblood. En het kan natuurlijk te maken hebben met het ontzettend slechte jaar wat Bethesda heeft gehad afgelopen jaar. Na de launch van Fallout 76. Wat echt een enorme imagoschade heeft opgeleverd voor Bethesda. Maar aan de andere kant, ik heb zoiets van, Rage 2 is geen slechte game. Wolfenstein Youngblood, ik denk niet dat het een slechte game is. Dat moeten we gaan zien. We gaan hem zo heel even spelen. Maar waar komt dit vandaan? Zouden ze echt wachten op de release van Doom Eternal om hun blazoen weer een beetje op te poetsen? We gaan het zien. Ik weet het niet. Ik ga nu in ieder geval even in de game duiken. De review ga je zien op GameKings.tv. Die doe ik samen met JJ. En dan laten we je weten of Wolfenstein Youngblood je geld waard gaat zijn. Daar zijn we dan. In Wolfenstein Youngblood. En we gaan er gewoon meteen in duiken. De game heeft dus een iets andere approach ten opzichte van voorgaande Wolfenstein delen. Dit is ook niet een full release, je betaalt er maar €40 voor. En deze game is vooral gefocust op co-op gameplay. Co-op gameplay, dat wil zeggen je kan samen met de AI spelen of uiteraard met een vriend. En daarbij moet ook gezegd worden, naast dat hij dus een redelijk zacht prijsje heeft, heb je ook nog een buddy pass system waarbij je een vriend kan uitnodigen om samen met jou deze game te spelen. Ik kan kiezen uit de 2 dochters van BJ Blazkowicz. Ik kies voor Sophia. En uiteraard hebben ze allebei ook een vet powersuit. Ik kies voor de Blue Shark met de Bolt Head. Vind ik toch wat toffer dan de Hammerhead. De machinepistolen. Een hatchet natuurlijk in plaats van een knife. Een crush. En een armor en health pump. Ja, dat gaan we doen. Host game kan je doen, quick match en join game. Wij gaan eentje hosten. Niemand, we spelen gewoon offline. Hier kan je de buddy pass dus gebruiken. Invite a friend with a trial version of the game. Dat gaan we dus ook niet doen. We gaan gewoon gelijk in de game duiken. After the previous General Lothar Brandt was ousted from power by Berlin, they send in a new general to fight the Paris uprising. This general is located in a zeppelin called the Nachtfalter. Kill him first. Then we may proceed with finding your father. Oxov. Nazi. Think. We gotta kill him. Shit, Arthur, what's the plan? Try to get a clean shot from up here? You're so not ready for this. You'll miss the shot. Shut up, I am ready. Yeah. We should try to get up close. Climb down there. I sneak up from the left. You sneak up from the right. Corner him and kill him. Man, are you crying? Oh, the fuck I'm crying. A little nauseous is all. You could have flaked out on me. Hell no. Well, let's go then, little Miss Blazkowicz. Just do what Mama and Daddy would do. Oh.
Keine Bewegung! Was hast du noch bereit? What if Daddy's hurt? Bleeding somewhere. We can do this. We can find him. Are you kidding me? We got this shit, sis. Fucking A. Remember, girls, you are the daughters of the man who killed Adolf fucking Hitler. You were born to do this. Your target, General Winkler, should be in the front end of the Zeppelin. Copy that, Abster. En dan gaan we. Dit is dus het begin van de game. Ik heb heel even voor jullie de cutscene geskipt. 1, omdat die niet heel erg interessant is. En 2, omdat die gewoon veel te lang duurt. Ik zal je heel even korte uitleg geven. BJ Blazkowicz, hij is vermist. Hij ging naar Parijs. Hij is nu vermist. En het is nu eigenlijk aan zijn dochters om hem te vinden. Daarom zijn ze ook hier. Maar om hulp te krijgen van de Fransozen, moet je wat dingetjes doen voor het Franse verzet. Alvorens zij jou gaan helpen. En we zijn nu aan boord van de Zeppelin. En volgens mij moeten we een bepaalde generaal killen. Ik blijf het een beetje weird vinden. Dat, dat enemies tegenwoordig levensbalkjes hebben. Maar oké. Okay. Dit is dus echt zoiets wat je dus met z'n tweeën moet doen. Het is weer heerlijk over de top, zoals je wel gelijk merkt. Do I look scared to you? It's okay, Jess. I get scared sometimes too. Well, I never get scared and that's bad. De muziek, de cutscenes. You and your sister have shared lives. These shared lives are represented by the heart icons next to your sister's portrait. If you or your sister bleeds out, one of those shared lives will be lost. When all shared lives are lost, one of you bleeds out and you will reset to the start of the current map. So do whatever you can to protect your sister and prevent her from bleeding out. Face the weapon wheel. Mooi. Als het goed is, heeft Wolfenstein Youngblood wat meer open karakter ten opzichte van voorgangers en de nieuwe Colossus. Het is uiteraard ook weer lekker goor. Oké, die code moeten we gaan vinden. Locked. Oh shit. Alarm is afgegaan. Meestal moet je dan de captain killen of iets dergelijks. Shit. Oh. Het schieten, dat voelt al meteen heel erg goed. Wat verwacht je ook anders van een Bethesda game, een Bethesda shooter. Zeker een Wolfenstein shooter. Dat is gewoon altijd on point. Kijk wat ligt hier. In-game currency. De game heeft currency. Gaat zeker ook
Oh. Wat? Gaat zeker om microtransactions krijgen. Hoe die precies werken heb ik nog geen idee van. Is ook wat exploration zoals je ze ziet. We moeten eerst een floppy disk hebben. Dat zijn de coins. Okay, de muziek is fantastisch. Dat hoor je al meteen. Maar waar gaan we die floppy disk vinden? Je zou verwachten dat het hier ergens ligt, hè? Of heb ik hem per ongeluk al ergens opgepikt? Ah, floppy disk. Speelt zich af in de jaren 80. Als ik de trailers mag geloven, dan heeft dat een heel mooi steltje voor Wolfenstein. Iets anders wat je gewend bent. Even kijken, view of floppies. ID code. We got some important information from security just now. General Winkler requested updated door codes on the Zeppelin. Said he didn't trust the previous security chief. Had him executed. Nasty business I don't want to get into. So the new code to the crew quarters that you're in charge of is 8431. 8431. Komt helemaal goed. Totally, dude. Ze klinkt wel super cringy om heel eerlijk te zijn. Ja, oké, okay, dat hadden we al gezien. Kunnen we hierin? Nee. Ja, ik vind die artstijl zo grof, man. Oh, daar was een enemy. Met iets minder. Ja, toch het alarm getriggerd. Bijna die Apex Legends slide. Oh. Level dus ook op. Waarbij je skills en weapons kunt uitbouwen. Moet eigenlijk een ander wapen hebben. Nu weer even naar de blitzgeweer. Hey. Ik wou net zeggen. Oh, oh. Oh, shit. Oké, we moeten deze kant op. Unavailable. Waar moeten we terechtkomen dan? Karaoke sauna. Oké, die hebben we. Oh. Hebben ze nog steeds niet allemaal?
blijf die levensbalkjes een beetje weird vinden. Het is geen MMO-shooter of iets dergelijks, dus. Ziegelturm. Oké, silver coins. Leg hier nog iets. Even kijken, weapon upgrades. Press J to open up your journal and enter the weapons tab. Customize your weapons with weapon upgrades and skins by spending silver coins or gold bars. Each weapon has unique upgrades that can give you strategic and tactical advantages. There are three brands of upgrades: Nadal, Tempo, and Steer. Nadal is for accuracy, Tempo is for speed and fire rate. Steer is for damage. If you match the three of the same upgrades on a weapon, you will unlock a powerful brand bonus. Nou, let's kijken wat we dan kunnen. Wapens, de blitzgeweer. Even kijken. Ik heb 271 coins. Nou, wat kunnen we daarvan kopen? We kunnen een rapid fire receiver kopen. Tactical receiver, nou, dat hoeft niet. Sights. Een red dot sight. Ja, die wil ik wel. Kijk, dat is nice. Terwijl we even dat wapen selecteren. Dus het is wel belangrijk dat je overal goed kijkt waar de zilver ligt. Want daarmee kan je dus je wapens upgraden. Ja, dit is een mooi wapen zo toch? Ja. Ik weet niet wat we hiermee kunnen. Oh, dan krijg ik mijn shared life erbij. Something really peculiar going on here. Identify the ammo. Dat ziet er niet heel erg mooi uit of zo, maar. Oké, whatever. Commanders, ja, dat weten we nog van New Colossus. Waar is hij? Hij zit gewoon met zijn hoofd vast. Sick. Kunnen we hier naar boven? Sure, let's pick it up. Moeten we erachter moeten we zijn. Ik moet zeggen, ik vind de game vind ik er prima uitzien. Kijk, alsof hij geen damage doet, joh. Fuck yeah, Jess, you're slaying it. Thank you, Jess. Deze armored dudes die kunnen wel tegen een stootje. Het alarm blijft maar gaan, joh. Is er nog een commander of zo? Kijk, we kunnen natuurlijk meer stealth gebruiken, maar dit is een Wolfenstein game. Dat gaan we natuurlijk niet doen. En daar is de commander zo gekomen. Alles goed langs gaan om de pick-ups allemaal op te pikken.
De nieuwe armor suits die zorgen ook dat je een double jump hebt. Ja, dit is echt overduidelijk gedaan om met z'n tweeën te doen natuurlijk, tegelijkertijd. Zou het kunnen? Nee, zie, dat kan dus niet. Kijk, je zou verwachten dat zij dan gewoon de andere pakt, maar dat doet ze dan weer niet. Ah, ik moest gooien. Nou, oké, whatever. We hebben nu throwing weapons erbij. Hey Jess, you went hunting with Dad. What did you talk about? Ain't telling, so why don't you go hunt with him yourself? I only hunt Nazis, Jess, not animals. Nou, Winkler, waar ben je? Het is nog verder naar boven. Ik dacht dat we er waren. Ah, daar. Oké. Okay. Dat is uiteraard niet de bedoeling. How can they make a computer this small with so much interesting stuff in it? Even kijken. Daar. Dat doet niet super veel damage. Klote zooi. Flashlight. Heleboel ammo. Ja. Ik zie daar nog iets liggen. Some enemies have protective barriers that need to be destroyed before you can do damage to them. Some weapons work better against soft barriers and others are more efficient against hard barriers. Check the icon next to the ammo counter and use the weapon that matches the enemy's barrier to destroy it quicker. Ah, je moet dus verschillende type armor hebben. Oké, deze doet dus meer damage bij heavy armor. Oké, duidelijk. En het zijn veel te veel enemies, joh! Oké, okay, dit is best moeilijk. Shared life lost. Veel te veel enemies, joh. Oké, dit kunnen we niet doen. Niet doen. Laat los! Laat los!
op deze. Jezus, wat een bullet sponge. Niet normaal, joh. De kugelgeweer. Oh, nog meer enemies. Dat is een kugelsoldaat. Nou, dan zijn we al onze shared lives verloren. Dan moeten we wel extra voorzichtig zijn. Die muziek is gruwelijk, joh. Oeh, shit, ik dacht dat dat iemand was. Stormgeweer. Lijkt een beetje op Star Wars, op een droid uit Star Wars ofzo. Press left shift to sprint into enemies and objects. Space and then left control. Jezus, dat is wel heel erg veel. Oké, zien we daar iets van liggen? Dus hup. Zo doen we dat, oké. Ik zie hier verder niks. Laten we gewoon doorgaan dan. Oké, dat is de power slam. Nou, Jess, doe je ding. Iets sneller mag wel. Kies hoor. Alles even herladen. Nou, deze shit kan je dus slopen als het goed is. Even kijken hoor. Ja hoor. Moet je er echt bovenop springen of zo? Kennelijk. We hebben het. Trying out a new range of Nazi power suits, so be careful. All right? Sure thing, Abby. Okay, hier kunnen we weer wat shared lives krijgen. Oh nee, silver coins. Jammer. Full armor. Voelt een beetje geforceerd de hele tijd die dingen die je alleen samen kunt doen natuurlijk. General Winkler. Let's kick this general's ass. Waar is hij? Waar is hij? Waar is hij? Daar. Look out for those super lasers! You're already special, though! Watch out!
even rustig aan doen, want Oké, dit is niet de bedoeling. Kom op, man! Ah, Jezus! Okay. Where is he? Let's shoot the Nazis. You're doing great, though. Where is he? Weer down. Gaat er überhaupt wel iets van zijn leven af, joh? Oh man. Dat is pittig hoor. Kom op. Het is intens. Ik mis, spring weer mis. Hij is bijna dood. Oef, we hebben hem. Trap hem eraf. Trap hem eraf. Pittige eerste boss fight hoor. We did it, Soap! Holy
Wolfenstein Youngblood dus 25 juli op de PC, 26 juli op de consoles. Vergeet ook niet GameKings.tv in de gaten te houden voor de review. Die doe ik samen met Jay en volgens mij voor de uitgebreide review, daar zit Skate ook nog eens bij. Vergeet ook absoluut niet te liken en te subscriben, dat helpt het kanaal enorm. En dan check ik jullie de volgende keer. Later!